Goedemiddag, dames en heren. Huub Smits uit Rotterdam. Wat betekent de reverse stock split van Heijmans? De reverse stock split van Heijmans betekent niets anders dan een omgekeerde aandelensplitsing. Dat betekent dat iedere aandeelhouder die bijvoorbeeld 100 aandelen Heijmans had, er nu nog maar 10 heeft. Het aantal wordt gedeeld door 10. En de waarde is van een aandeel is keer 10 gegaan. Het aandeel noteerde vlak voor de splitsing rond de €1,50. En na de splitsing opende die rond de €15. Dus feitelijk is er niets veranderd. Het is niet zo dat beleggers in één keer meer waarde hebben, want ze hebben gewoon dezelfde factor minder aan aandelen. Feitelijk is er dus niets veranderd en ja, op lange termijn is gebleken dat aandelensplitsing zowel niet negatief of een positief effect hebben op de koers gehad. Veel van dit soort feiten zijn heel erg mooi verwerkt in het boek Fabeltjes over beleggen van Arie Buijs en Dirk Gerritsen. Heel goed, sterke aanrader dit boek. Roy Benink uit Arnhem. Welke sectoren vindt u interessant om in te beleggen? Het is moeilijk te zeggen, want het ligt natuurlijk sterk aan de looptijd van het te beleggen vermogen. Maar als we nu richting de aandelenmarkt zouden kijken en sectoren aan moeten zouden wijzen, dan zijn vooral de defensieve en de niet-cyclische sectoren heel erg interessant. Vanaf de rally van maart hebben we gezien dat vooral de financials enorm hard gestegen zijn, relatief gezien natuurlijk. En dat de niet-defensieve fondsen en de cyclische aandelen, zoals Philips, ASML, bedrijven die op de conjunctuur vooruitlopen, dat die aandelenkoersen van fors gestegen zijn. ArcelorMittal is ook een goed voorbeeld daarvan. En juist de defensieve bedrijven, zoals Ahold, KPN, Unilever, die bedrijven die niet cyclisch van aard zijn, dus die vooral weinig invloed hebben van de stand van de conjunctuur, dat die aandelenkoersen relatief zijn achtergebleven ten opzichte van de rally. Dus dat zijn er nu de achterblijvers en relatief interessante bedrijven, omdat veel van dit soort bedrijven toch ook een sterke kaststroom hebben en daarom ook meestal een stabiel en aantrekkelijk dividendrendement, vooral bij de relatief lagere koersen. Henk Roskam uit Zwolle. Geld uit de verkoop van mijn slagerij wil ik gaan gebruiken om te gaan beleggen. In 2014, over 5 jaar, wil ik het geld gaan consumeren voor een tweede huis in Spanje. Raad u aan om in aandelen te gaan beleggen. Een termijn van 5 jaar als beleggingshorizon is veel te kort om in aandelen te gaan beleggen. We hebben gezien dat aandelenrendementen enorme volatiliteit hebben. Zoals we bijvoorbeeld heel recent hebben meegemaakt, kunnen aandelenkoersen binnen enkele maanden echt totaal halveren of verdubbelen, zoals we dit jaar 2009 hebben gezien. Als we een plan zouden moeten maken om geld te gaan beleggen met een horizon van 5 jaar, dan zouden daar zeker geen aandelen in moeten zitten, omdat het risico van aandelen door de korte horizon eenvoudigweg veel te hoog is. Daarom zou het interessant zijn om dit bedrag in deposito's en in bedrijfsobligaties en in staatsobligaties te beleggen. En zeker niet in aandelen, want het risico met een korte horizon van amper 5 jaar is veel te hoog. Klaas van Beuningen uit Geleen. Is Crucel nu een aantrekkelijk aandeel nu het grote Amerikaanse Johnson & Johnson een groot belang van 15% in het aandeel heeft? Dit is ook heel erg lastig te zeggen. Veel van de producten van Crucel, dat bestaat uit researchwerk, het doen van onderzoeken naar eventuele toekomstige financieel interessante producten. De concurrentie is natuurlijk enorm hoog hier en heel veel van de producten van Crucel zijn afhankelijk van patenten en ja, de concurrenten kijken natuurlijk ook mee. Dus ook al heeft Johnson & Johnson nu fors geïnvesteerd in het aandeel Crucel, wil niet zeggen dat het nu bedrijf een aantrekkelijk fundament heeft door deze backup. Want we zien dat aandeel Crucel vooral eigenlijk een speelbal is van speculanten. En daarom is het risico in het aandeel Crucel vrij fors. Dus mocht aandelenbeleggers in het aandeel willen gaan zitten, dan zou ik dat aanraden om in kleine porties te doen. Dit was het. Tot volgende week.